Lieve mensen, ik wens u nog de beste wensen voor 2019! There's a place I go to, but no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. Arnhem, hoofdstad van Gelderland. Een stad die leeft, bruist en waar mensen in beweging zijn. Ik ben benieuwd waar ze vandaan komen en waar ze naartoe gaan. Waar gaat u naartoe? Everybody got the reason, everybody got the way. We can tell each other secrets and remember how to love. Welkom bij een nieuwe aflevering van Waar gaat u naartoe? We blikken samen terug op mooie momenten in 2018. Waar gaat u naartoe? Ik ga naar de Plus. De bus? Naar de Plus. Oh, de Plus. Oké, okay, ja. Okay. En, maar u ziet er zo sportief uit. Ja, dankjewel voor het compliment. Maar waarom? Ik krijg concurrentie met baard. Ja, ik moet het baardje laten groeien even voor een optreden. Maar u heeft een mooi baardje ook. Ja. maar zonder mijn toestemming mogen ze niet mensen zelfde baard. Oké. Maar die van u is toch weer iets anders. Oké. Maar wat brengt u zo in deze outfit? Ik ben bezig met sport, een beetje met de fietsen en met die dingen. En dan vandaag is regenachtig. Ja. En ook, dat is één reden. Maar de derde reden is dat ik heb slechte rug. Ik ben gevoelig met mijn rug. Okay. Ik heb een beetje problemen van het verleden en daardoor ik draag dat soort kleding. En ik ben gewoon sportief en vrij in deze kleding. Het is wijd, beetje meer. Ik voel vrijheid in mijn kleding. Ja. En ik krijg toch een beetje aandacht door de jonge dames. Ja. U komt uit Arnhem oorspronkelijk of niet? Ja, maar mijn plek waar ik woon is een beetje een geheime plek. Ja, dat zei u al. Ja. maar bent u ook hier geboren in Nederland? Nee, ik kom uit een ander land. Ik ben 23 jaar in Nederland en voel me nog steeds goed. Waar komt u vandaan? Ik ben vergeten. Nou ben ik heel nieuwsgierig. Ik ben heel benieuwd waar u geboren bent. Moet vragen. Ik zou Griekenland zeggen. Maar. Nee. Moet vragen. Ja. Politie, justitie, buurmensen. Die weten. Mijn vader en mijn moeder. Die weten het wel. Ja? Die weten wel waar u vandaan komt. Die weten ze wel. En vandaag... Sorry, ik kan niet antwoord geven. Nee, dat is jammer. Want we lopen een mooie dag. Een mooi gesprek. Ja. Sorry, ik ga verder. Ik ga naar de Plus nogmaals. Ik wens u een hele mooie dag. Pas op met uw rug. Ik ga naar de Plus nogmaals. Naar de Plus. U sprankelt helemaal. Gaat goed, hè? Bedankt voor het gesprek. Ja. U bedankt. Alles is onder controle. En volgende keer vertelt u waar u vandaan komt. Ja, als ik kan herinneren. Goeie reizen. Tot ziens. Dag. Waar gaat u nu naartoe? Ik doe heel veel goed werk. Hè. Ik ga naar het dorp. Mijn dochter woont daar. Maar ja, die wil geen contact, Tamara, die had spierziekte. Veel met de stiefvaders meegemaakt, maar ik doe heel veel dingen. Maar je was onderweg, je komt ergens vandaan. Ja, maar ik ben altijd onderweg. Ja? Hè? Ja. En weet je hoe dat nou komt? Dat ik altijd onderweg ben. Hè? Wie goed doet, wie ontmoet. Moet, hè? Jazeker. En dat is ook een mooie, als de hemel ook een bezoeker zal hebben. Dan ging ik heel even naar boven en dan zoek ik je op. Maar ik kwam weer terug. Hè? Maar deze steen... Hè? Barcelona, 11 jaar geleden, Amblas, van de priester. Levenstijdjes. Heeft u altijd bij u die steen? Heb ik elke dag bij me. Maar weet je wat belangrijk is? Ik ben een steenbok. 4 januari word ik 65. Zie je niet? Ik kan niet tegen onrecht. Nou, ik heb WHO, maar mijn langste baas was 18 jaar in dieren bij Gezellen, fietsenfabriek. Maar dan was ik al aan het zingen. Hè. Ik kan 30 jaar terug al een cd maken en moppen vertellen. Hè. Maar zingt u nog ook? Ik heb volgende week een optreden voor 200 mensen van Koelewijn, de viskraam. Dat is een van de... De beste van de... Ik mag het niet zeggen, maar heel goed. Ja, en ze mogen mee graag, maar weet je hoe dat denk ik om? Spontaniteit en eerlijkheid. En waar is dat feestje dan? Want die vieren ergens in... Hun komen uit... Spakenburg. Bunschoten is bij het gemeentehuis. En bij Utrecht is... Dat is de bruiloft. Maarsbergen. Oh, daar gaat een van de Koelewijnen trouwen? Ik wou het net even laten, ja. Even laten zien, hè? Maar dan mag ik weer zoeken. Hè? Dat is onhandig, maar ik wil even weten, nee. U gaat zingen. Ik wou het even laten zien, hier. Zij gaat trouwen, van Koelewijn. Wat leuk zeg. Ja. En u gaat zingen?
ik ga zingen. En mee visjes eten. En wat gaat u zingen? Zij is voor Feyenoord en waar ze mee getrouwd is voor Ajax. En die werkt in Amsterdam. Dus ik moet voor haar het Feyenoordlied zingen. En een mooie preuk, mooie moppetjes. Moppen vertellen? Ja. Ik kan er alleen vertellen, maar mag niet, hè? Jawel, mag wel. Hij heeft een goede mop. Als hij een beetje beschaafd is? Ja, hij is beschaafd, maar hij begint een beetje. Er staat een Chinees in Arnhem bij een sekswinkel voor de ramen te kijken. Komt een jongetje van 5 jaar, loopt er langs heen. Die zegt tegen die Chinees, hé meneer, kun je de ogen nou wel loshouden? Ja, dat is een nut, hè? Ja, ja. Ja, en dat bedoel ik. Ja. Maar nou wil ik toch weten, want u zegt, ik moet een Feyenoord lied zingen. Ja. Maar als u, want u begon net te zingen, hè? Toen, ja, zou u spontaan zingen dan? Zo? Nou, van het oude... Ja, wat ik, zingt u ik het liefst? Ik ben een hazestiep. Nou, laat horen. Iets los gewoon, wat u lekker vindt. Even slikken. Ja, doe rustig aan. Adem in, ja. Adem uit. Mijn zoon was gisteren jarig, hebben dag jaar oud, mijn schat. Hij vroeg aan mij een vlieger en die heeft hij ook gehad. Naar zijn boot, zijn fiets en treinen, nee daar keek ik niet naar om. Want zijn vlieger was hem alles, ook al wist ik niet waarom. Maar toen de andere morgen zei hij, vader ga je mee. De wind die is nu gunstig, want ik neem een vlieger mee. In de ene hand de vlieger, in de andere een brief. Ik kon haar niet begrijpen, maar toen zei mijn zoontje lief. Ik heb hier een brief voor mijn moeder en mijn vader. Die hoog in de hemel is. Deze brief bind ik vast aan mijn vlieger. En er staat helemaal geen wind. Goedemorgen mevrouw. Goedemorgen. Ik zag u daar aankomen lopen. Mag ik vragen, waar gaat u naartoe? Ik ben op weg naar het station. U gaat Arnhem verlaten? Ja, min of meer. Ik loop naar het station via de stad. Ga ik even winkelen en dan ga ik naar mijn woonplaats Hoogland. Hoogland? Hoogland. Waar ligt dat? Bij Amersfoort, boven Amersfoort. Maar dan bent u al vroeg in Arnhem. Ik was hier gisteren al. Ah, u bent blijven slapen. Ik ben blijven slapen. Ja, we zijn wel nieuwsgierig. U bent geen Arnhems meisje. Nou ja, weet ik niet. Zie ik er zo uit? Nee, weet ik niet. U bent wel gevat. Maar, nee, maar u was hier in Arnhem, ja. Al. En u gaat nou, ja. Ja, ik ga nu terug naar Hoogland. En mijn vriend woont in Arnhem. Nou, ja. Om de nieuwsgierigheid te bevredigen. Ja, en dan pakt u de stad nog even mee? Ja, precies. Ja. Ga ik lekker even winkelen. En u zegt, u gaat terug naar Hoogland. Ja. Komt u daar ook vandaan oorspronkelijk? Nee, ik kom oorspronkelijk uit het oosten van het land, uit Enschede. Maar daar is niks mis mee. Daar is helemaal niks mis mee. En mag ik vragen wat u bent gaan doen in het leven? Ja, zeker. Ja. Ik ben wetenschapper. Ik ben wetenschappelijk onderzoeker. En ik doe dat op het moment midden in Duitsland, waar ik woon. Dus ik werk niet in Nederland. Nee, want ik hoor ook een andere... Klopt dat? Ja, dat zal het Twentse accent zijn. Oh, is dat het? Duits-Twentse accent? Ja, exact. En waar werkt u in Duitsland? In Göttingen, midden in Duitsland. Göttingen. Ja. En dat doet u aan wetenschappelijk onderzoek? Dat doe ik aan wetenschappelijk onderzoek. Maar dan woont u dus daar door de week? Of? Ja, exact. Ja, je kan niet forensen, dat gaat niet. Het is 500 kilometer, dat is te veel. Maar degene die met u leeft, die heeft u niet altijd bij u dan? Die missen mij ontzettend. Ja. Zijn er ook kinderen? Of? Ja, er zijn ook kinderen. 3 zoons heb ik. Maar die zijn waarschijnlijk... Volwassen. En wat is volwassen? Nou, 18 plus. Oh, ja. Nee, zijn 20 en bijna 23. Overmorgen en eentje van 24. Maar u leeft wel. Dus, Duitsland, dan weer Arnhem, dan weer naar... Een wereldburger. Ja, zo ziet u zichzelf ook. Nou, dank. Ja. Ja? Ja? Ja, ja. U bent wel mooi gekleed trouwens. Ja? Mag ik dat even? Ja, u heeft de goede schoenen, tassen. Ja, oké, bedankt. Maar... Wou je als meisje van 10, 15 jaar wetenschapper worden? Ik wilde heel graag altijd, uitvinder worden. Echt, hè? Ja. Als vrouw, ja? Nou ja. Nee. Nee, zo bedoel ik. Oh ja. Dit gaan we niet knippen trouwens. Nee, maar gewoon, een uitvinder. Als vrouw, ja. Nee, niet dat mannen altijd de uitvinder zijn, maar... Ik dacht, ik wil weten hoe het allemaal in elkaar zit. En dat is natuurlijk heeft ook wel een component wetenschappelijk onderzoek. Dus een beetje is het antwoord ja. Oh, wat mooi, ja. Wat leuk. En doet u iets aan sport?
Ik doe ook aan sport, ja. Wat sport is wel? Ik doe klassiek ballet en andere dansen. Mooi, mooi. Ja. En als u een cijfer aan uw leven moet geven? Dat kan ik niet. Nee, dat kan ik niet. Het is ook grillig toe. Nee. Heeft u nog wensen voor de toekomst? Oh, alleen maar. Ja. De lotto winnen? Nee. Zeker. Dat is een van de grote wensen. Ja. Nee, maar zijn er nog wensen? Of, dat uw kinderen gelukkig blijven, gezond? Je wilt altijd verder komen in het leven en meer en goede dingen en leuke dingen doen, toch? En ja, gelukkig zijn, dat soort dingen. Zijn er nog dingen die Arnhemmers van u nog niet weten? Ja, een heleboel. ik hoop van wel. Maar wilt u nog iets delen met ons? Nee, ik heb niet het gevoel dat ik verder iets wil delen. Nee, okay. Ja. Ik wens u een mooie tocht door de stad heen en richting station. En dan gaat u weer terug naar Hoogland. Ik dacht, ze is in het Engels. We zijn te oud. Ja. Aber ihr seid? Deutsche. Ja. In einer English Uniform. Ja, richtig. Wie kommt das so? Wir machen an den Gedenkveranstaltungen mit hier. In 21. September bei der Brücke? Ja, oder? Genau. Okay. Ja. Und Sie sind Figurante oder? Bitte? Sind Sie Akteur? Ja. Okay. Und was lassen Sie sehen an uns? Was können wir sehen? Viele Autos. Wir fahren jetzt hier mit Fahrrädern spazieren. Ja. Beide, sehr gute. Ja, echte. Richtig. Echte. Und wo kommen Sie her? Was Sie sagen? Wie kommen jetzt? Wir kommen ja aus Osterbeck, aus dem Camp. Ja. Da sind wir jetzt und wir wollten jetzt unbedingt. Wir sind auch mit Jeeps hier. Wir haben beide Jeeps von 1942. Aber wir wollten unbedingt mit unseren Fahrrädern. Ich habe ein britisches, er hat ein deutsches. Wollten wir unbedingt einmal bis zur Brücke. Jetzt fahren wir wieder zurück. Aber ist das Hobby? Ja. Ein teures Hobby. Ein bisschen, ja. Aber die Jeeps sind da eingetogen? Oder wie sagt man das? Eigentum. Eigentum, ja, unsere. Und wie lange sind Sie hier in Holland? Noch bis Sonntag. Und ein großes. Gestern sind wir gekommen. Okay. Wir haben gestern unser Zelt aufgebaut, unser Lager aufgebaut, die Jeeps abgeladen. Sie schlafen. Genau, wir haben mit einem großen Camp. Genau. Wie schön. Ja. Und wo sind Sie alleine hier zusammen? Nee, wir haben auch Freunde. Aber auch Ihre Familie oder Kinder oder Partner? Die Familie ist zu Hause. Wir haben jetzt hier die Freunde mit. Ja, und. Ik zit zo te glimlachen en u stond. Ja. U zei net al, ik moet er echt op lachen. Ik moet naar Velp, toen zei u. Waar gaat u naartoe? Naar huis, zei u. Ja. En huis is Velp? Eens Velp. En toen zei ik eigenlijk van, bent u in Arnhem? Maar toen zei nee, ik woon hier nog niet zo lang. Want u kent het programma ook niet, hè? Nee. Nou, kan ook niet iedereen het kennen, maar... Maar u komt dus niet hier vandaan? Nee, ik woon hier nog maar zeer kort. En half jaar. En bent u voor een bepaalde reden verhuisd? Jawel. Kunt u er iets over zeggen? Ja, dat is een heel lang verhaal. Nou, we gaan zo de bus in. Ja, maar, dat is een verhaal van alleen komen te staan. Achteruitgang van mijn conditie. Bent u bij kinderen in de buurt gaan wonen of zo? Wat dichterbij, want ik woonde wel heel erg ver van ze vandaan. Waar kwam u vandaan? Uit Buil. Buil? Buil. Dat ligt in Nederland? Ja. Nou, ik was vroeger niet zo goed in aardrijkskunde. Buil is B-U-I-L. Nou, dat zou je het moeten uitspreken, maar je schrijft Boil. Moeten we deze bus hebben? Nee, één. Okay. Oh ja. Boil. B-O, lange I-L. Bevalt het goed te vellen? Nou ja, tot nu toe nog wel. Het is gezellig. Ik ga er graag winkelen ook. Ja. Tom, je hebt van alles te halen. Ja. Maar ik heb daar dus een eigen appartement. Maar er zit wel een verzorging. Die kunt u gebruik van maken. Daar kan ik gebruik van maken. Ook qua koken en zo, het eten. Nou, die kookt altijd zelf. Ja, maar nu? Altijd. Ja. Uw vrouw is er niet meer, helaas. Nee. Die is al overleden. Ja. Ben je lang getrouwd geweest? Zeg u? Lang getrouwd geweest? 55 jaar. Ja. Ja, dat lijkt me ook. Ik ben al ook heel lang samen met mijn vrouw. 34 jaar al, vind ik ook best lang. Maar we zijn natuurlijk nog jong. Maar op een gegeven moment, dat lijkt me wel. Je kunt niet samen. Je weet nooit hoe dat gaat, natuurlijk. Hè? Nou ja. De een is natuurlijk wat slechter soms dan de ander. Of... Jawel, maar goed. Dus de laatste jaren was het met mijn vrouw zo slecht. Zo slecht. Ze heeft natuurlijk mantelzorg, heeft natuurlijk voor gezorgd voor haar. Jawel, maar dat bedoel, was geen punt. We gaan moeten erin. We gaan erin. Ik hoop dat ze ons meenemen. Ja,
lichaam wil die zitten nog wel. Ah, ik kan wel staan. Kijk, nou, nee, dit is nee, toch. Nee, dat vind ik, dat en dan ga ik ook gelijk staan. Dat is mijn, ja. Niet mijn stijl. Bent u alleen, mevrouw? Ja, mevrouw. Dat is toch mooi. Dank u wel, hoor. Gaat u zitten. Zullen we dat kleed door elkaar aan? Ik wist niet dat ik eruit zag als 100, hoor. Nee. dat vind ik ook niet naast. 100? Anders doen ze. Ja, wat is dat nou? Ja, waar gaat u naartoe? Nou, moet ik even overdenken. Ik zoek even iets leuks uit. Nee, ik ga naar een bejaardenhuis in Oosterbeek. Dat is leuk. Gaat u iemand bezoeken? Nee, daar woon ik. Dodelijk. Ja, dat had ik... Ja. Dat had ik nog niet kunnen bedenken. Dat... Nee, ja, ik geloof het wel hoor. Nee, dag. Bevalt het in Oosterbeek wonen? Zegt u? Bevalt het in Oosterbeek wonen? Ja, het is een seniorencomplex. Ze lopen allemaal krom daar. Het is niet opwekkend. Hebben ze ook allemaal humor? Nee. Nee, oh god. Maar u wel? Ik stomp helemaal af daar. Ja, dat is wel jammer. Dat... Nee, maar het is toch goed. Fijn, ik heb een mooi appartement en het eten is goed. Nou, ja. Kun je nou kreeften vangen? Ja. Ja, maar niet meer, want ze zijn aan het uitsterven. Dat is wel jammer. Ja, ja, dat is wel jammer. Maar ze zijn wel lekker hoor. Maar nu doen. En oesters? Hebben ze dat ook? Nee, niet zo. Nee, dat niet. Nee. Mosselen? Alleen garnalen, maar in de restaurant. Garnalen? Ja, garnalen, gambas. Ja. Smakelijk eten, laat het niet koud doen. Wat wou je zeggen? Maar je moet er oppassen, want ze bevatten veel vet. Nee, ze hebben dat niet. Ja. De gambas. Nee, hier is het allemaal. De gambas. Oh, de gambas. Oh, maar vis is gewoon goed. Zeker, zeker. Het is gezond. Zeker, zeker. Zeker, zeker. Ik wou naar de kapsel van u komen, maar dat lukt niet meer. Want er valt vak in mijn ogen, zie je. Dus ik moet even naar achter. Ga lekker eten. René Drost. Ja. Ik mag René zeggen. Ja, je mag René zeggen. Wat bijzonder dat wij vandaag met... We mogen met Brenk direct mee. Ja, onze Brenktreinen. Okay. Dus, die rijden tussen Arnhem en Doetinchem. Want dit is alweer de 11e uitzending van Waar gaat u naartoe? Van seizoen 3. Ja. En we vinden het heel bijzonder dat we met u mee mogen. En kunt u ook nog even uitleggen waarom wij met u meegaan, zeg maar? Want we kunnen niet zomaar instappen. Nee. Het heeft heel veel met veiligheid te maken. Dus dat is meer als met bussen. Hier het hele spoor hangt met veiligheid aan elkaar. Dus er moet altijd wel iemand bij zijn... Die functionaris die in ieder geval van alle regels weet, wat moet je op het spoor doen. Ja, want de machinist mag sowieso niet afgeleid worden. Nee, en, daarom. Dus, en de passagiers, ja, goed, die kun je dan wel interviewen. Ja, die mag je rustig afleiden. Ja. Goedemorgen nog. Wat zegt u? Goedemorgen nog. Ja, goedemorgen. Ja, nog net. Ja, had ik net uw zoon gesproken. Ja. Dus, u bent de man van Amerika, Spanje. Oh, ik heb zowat overal gewoond, veel gereisd. Ja. Wat bent u ooit gaan doen in uw leven? Ik ben heel jong naar Nieuw-Zeeland vertrokken. Daar heb ik ook nog in Nieuw-Zeeland? Australië, Amerika. Overal gewerkt en gewoond. 25 keer verhuisd in mijn leven. Van land naar land. En waar bent u ooit begonnen in Nederland geboren? Ik ben in Nederland geboren. In Brabant. Ik ben de Brabander. En waar in Brabant? Waalwijk. Ja. Op zijn Brabantse wolk. Ja. Maar toen u als Waalwijks jongetje, had u toch niet de gedachte dat u 50 keer ging verhuizen in Nieuw-Zeeland? Nee, ja. Ik was vrij jong. Toen zei mijn pa, waar ga je naartoe? Zeg, naar Nieuw-Zeeland. Waar ga je naartoe? Zo heet het programma. Ja. Waar gaat u naartoe? Maar waarom? Ze zei, nou pa, het is hier een beetje grijs en het regent veel. Ik wil wel iets anders opzoeken. Nou ja, daarom. Het avontuur. Zo is het avontuur begonnen. Want hoe jong bent u als vrijwaar? Wat zei u? Hoe jong bent u? Nu, jong. 73. Dus u heeft al heel wat... Maar daar heeft u in al die jaren bent u... Ja. En van uw zoon zeg ik, ben al... papa is met pensioen, dus... Hij is meegereisd, ik was hoor. Mee verhuisd. Ja. Ja, als kleine jongen. Dat is best wel een stap. Hij heeft in verschillende landen gewoond. Ja, zo'n heel gezin gaat dan... Ja, is leuk. Je ontmoet veel andere mensen, andere culturen. Ja. En je hebt een beetje een bredere blik op het leven. En wilt u in Spanje oud worden, in Salou? Ja. Heerlijk. Dus u wil niet meer terug naar Nederland? Nee, moeilijk voor mij. Ik ben vertrokken, toen waren er 11 miljoen Nederlanders, nu zijn het er 17. Dan had ik de prognose, je ziet dan worden het er straks 20 of zo. Je vindt het te druk? 20. Beetje druk. Maar Salou is het ook druk, maar het stadje is druk. Het is een paar maanden per jaar, ja. Juli, augustus. Nederland is erg druk. Ja. Ik wens u veel plezier, misschien gaat u een hapje eten naar hem. Fantastisch. En geniet ervan. Heel leuk om met u gepraat en een mooi leven nog. Fantastisch, dank u wel. Oké. Dit waren de terugblikken van Waar gaat u naartoe? Van 2018. Tot ziens. Everybody got the reason. Everybody got the way. We can tell each other secrets. And remember how to love.